Ja, Vlaardingen-West, daar hebben we ook al een behoorlijk station staan. Het heeft al redelijk de contouren van een definitief station. Ook daar hebben we de glasplaat opgehangen, ook daar staat de multiwand en zitten we inderdaad in de fase dat we richting de afbouw gaan. Ja, voor station Vlaardingen-West boeken we behoorlijke voortgang. Sluiscentrum loopt niet helemaal zoals we hadden verwacht. Daar hebben we wat tegenslagen gehad. Daar hebben we ook wat ontwerpwijzigingen moeten doorvoeren. Nou, dat heeft wat tijd in beslag genomen. Hebben we daar een aanpassing moeten doen in de werkvolgorde, waardoor we nu eerst het spoor en de bovenleidingen gaan aanbrengen en daarna het perron verder gaan afbouwen. Maar doordat we die omschakeling doen, komen we uiteindelijk weer op planning en is het gewoon weer op tijd klaar. Maassluis-West is inderdaad aardig gevorderd. Dan kan je echt zien dat de IKEA-bouwpakketten heel snel te realiseren zijn. We zijn daar dusdanig ver dat we het ook al voor elkaar hebben gekregen dat ook daar de sporen en de bovenleiding op zijn plek ligt. Nou ja, de constructie voor het overpad van de overweg is al aangebracht. Plus dat in de toegangspoort ook al de beglazing hangt met daarop de stationsnaam. De afgelopen periode is er hard gewerkt om in ieder geval het station in zijn definitieve situatie neer te leggen. De werkzaamheden van het station zijn nu dusdanig gevorderd dat we ruimte kunnen maken om de sporen neer te leggen. De bovenleidingsportalen geplaatst, de bovenleiding op zijn plek gehangen. Het spoor is nog niet helemaal af. De systemen moeten daar nog op aangesloten worden, hè, zodat ook straks de metro een voeding heeft en een beveiliging.